15 jaar is ze pas, Mirella van Melis. En nu al de meest opvallendste renster in het juniorenpeloton. Met haar 2 Nederlandse titels op de baan, 11 overwinningen dit seizoen en de gele trui is ze zeker een talent. De ambitie is er om goed te presteren. In de toekomst zullen we ongetwijfeld nog meer van haar gaan horen. Eigenlijk bijgekomen om te gaan wielrennen? Nou, we zaten eerst bij fietscross, maar daar hadden we, ja, dat deed ik ook al 5 jaar en daar hadden we geen zin meer in. En eerst stapte mijn broer over naar het wielrennen en dan ging ik dan kijken en ik vond het wel leuk. Dus ik denk, ja, dan probeer het maar. En ja, de eerste keer was het dan veldrijden en dat vond ik dan ook wel leuk. Dus ja, ben ik ook mooi om het wielrennen gegaan. Ja, en dan ben je meteen bij de club De Buitenlust gaan wielrennen? Ja. En dan fiets je nu nog? Ja, nog steeds. En hoeveel keer per week train je? 2 keer. Ik fiets hier om 5 uur aan en dan fiets ik met de fiets naar Helmond. En dan kom ik dan ongeveer om 6 uur aan. Ja, ik fiets dan wel heel sloom, ja. Maar dan is het echt 2 uur voluit, want dan train ik met de jongens, met de nieuwelingen. Ja, die willen natuurlijk wel hard en dan moet ik ook hard. En dat is dan 2 uur wel goed afzien. Ja, dat lukt wel. En dan op de fiets weer naar huis? Ja, ja, dan rijden we een grote ronde en dan komen ze in Elsendorp, komen ze... Ja, dan draai ik reis af en we gaan dan rechtdoor en dan fiets ik nog een stukje uit naar thuis. Nou, ja. Ja. En ga je nog ooit voor jezelf fietsen of doe je alleen in clubverband? Nee, als ik zondag moet fietsen, wedstrijd, dan doe ik zaterdag eigenlijk een beetje rustig fietsen. En dan fiets ik ooit naar een vriendinnetje toe en dan gaan we samen door fietsen en een beetje kwabbelen onderweg. Ja. En bestaan die training alleen uit fietsen of doe je ook nog andere dingen? Nee, het is eigenlijk alleen fietsen. Alleen de eerste maandag van de maand, ja? Dan komen we een bijeenkomst en dan wordt de trainers die leggen dan van alles uit. Wat er allemaal gaat gebeuren en welke wedstrijden we mogen fietsen en zo. Ja, maar je doet ook helemaal nog niet aan krachttraining? Nee, nee, want mijn spieren moeten nog goed ontwikkelen dan. Hè. En als ik dan fitness wil doen, dan dat is niet zo goed voor je spieren. Nee. En word je ook goed begeleid? Of? Ik ben dan wel het enige meidje en ik krijg toch wel veel aandacht door. Dus en ze willen toch wel iets van mij maken volgens mij. Want als ik dan niet bij kan houden, zitten ze toch zo op fiets Mirella. Ja, moet ik wel even afzien. Dat is wel goed. Ja. En je zit ook nog steeds op school. Is fietsen en school zo goed te combineren? Ik vind van wel. We krijgen niet zoveel huiswerk. Dus, maar ik maak me eerst, komt wel school, komt natuurlijk wel op de eerste plaats en dan fietsen. Want ja, met school moet je toch iets bereiken. Want als het met fietsen niet gaat, ja, dan moet je toch nog iets hebben. Ja, en je bent op het moment heel goed, kan ik wel zeggen, met het wielrennen bij de junioren dames. Wat is jouw specialiteit bij het wielrennen? Waarin zeg je nou van, daar ben ik echt goed in? Ja, je zegt het wel niet zo snel van jezelf dat je goed bent, maar... Nou, toch wel in spurten, sprinten, de laatste 50 meter ongeveer. Dat komt omdat ik eerst dat fietscross heb gedaan. Dat was 400 meter... één stuk hard fietsen. En ja, daar heb ik nou dus nog steeds in mijn benen. Ja. En dan win ik meestal toch wel. En train je daar ook extra op? Of? Nee, want daar heb ik gewoon in mijn benen. Ik hoef niet voor te trainen. She can kill with a smile. She can wound with her eyes. And she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always... Hoe ben jij eigenlijk met wielrennen bezig? Eet jij, heb jij een speciaal eetpatroon? Meestal meerval eet ik dan. En deegwaardig op spaghetti of warm of zo. Ja, een dag van tevoren voor de wedstrijd. En laat je ook friet en chocola zo staan? Of, Nee, dat doe ik nog gewoon eten. Gewoon, ja, dat komt later wel als ik zou moeten lijnen of zo of iets, ik weet niet precies, dan moet je het laten staan. Maar nou kan ik gewoon eten wat ik wil. Oh. Hoe belangrijk is wielrennen in jouw leven?
Ja, niet echt belangrijk. Ik vind het wel leuk. Maar als ik tot wielrennen word gedwongen of zo, als ik iets wielrennen moet doen, dan denk ik toch niet dat ik lang door zou gaan. Ja. Ja, je bent eigenlijk een talent, tenminste dat zeggen ze. Hoe ga je hiermee om? Heb je nou ook al zoiets van bepaalde druk, zeg maar, van buitenaf? Dat je het idee hebt van, goh, ik moet presteren, want iedereen ja, die zegt van, ja, goh, wat ben je goed? Nou, nog nu, ja, ze kennen me eigenlijk allemaal niet zo goed. Maar bij de junior dames dan, die meiden, als ik een keer bijvoorbeeld slecht fiets, dan gaat het toch zo van, hè, Mirella, zo van, ja, net zo van, hè, Mirella, dat is gek, dat is de slecht fiets of zo. Ja, dat vinden ze toch wel raar. Ja. Wat wil je eigenlijk bereiken in het wielrennen? Nou, ik denk wel de top. Dus ja, ik wil naar de dames toe. En misschien bij de selectie. Ja, de selectie. Ja, dan zien we wel hoe ver we komen. Ja, wie zou je doen? Ja, Leontine. Ja, dus je wil ook straks de Tour Femina en wereldkampioenschappen. Ja. Inside your heart, you don't have to be afraid of what you are. There's an answer if you reach into your soul, and the sorrow that you know will melt away. Nog even over de wedstrijden. Hoe ver ga je in een wedstrijd? Kun je echt afzien? Ga je gewoon tot het einde dat je bijna zeg maar dood van je fiets afvalt? Of, Nou, sommige wedstrijden dan wil ik gewoon zelf en dan ga ik ook echt door tot het einde. Maar sommige wedstrijden gaat het ook niet en dan zoek ik het ook niet. En dan fiets ik eigenlijk niet echt goed. Ja. En hoe is de tegenstand op het moment? De mensen waar je tegen moet fietsen, heb je het makkelijk? Of? Je hebt het nooit makkelijk, want er is altijd wel iemand ja, die ook goed fietst. En als er iemand wegrijdt, dan heb ik het wel moeite mee, maar als alles bij elkaar zit, de hele groep meiden bij elkaar, en het komt op de sprint aan, ja, dan win ik hem meestal wel. En, ja, ik sprint dan heel goed. Ja. Dan heb ik ook nog iets anders gehoord. Dan hoor ik dat ze zeggen van, Mirella, dat wordt de nieuwe Leontine. Waar zeg je er dan op, als je dat zo hoort? Ja, ik probeer het natuurlijk wel, maar waar Leontine heeft gehaald, dat is wel heel knap. Dus, ja, ik probeer gewoon zo ver mogelijk te komen en dan zie ik wel hoe ver ik kom. Ja, maar je hebt er in ieder geval veel voor over. Ja, dat wel. Ja. Mirella, je bent onlangs op 2 onderdelen Nederlands kampioen op de baan geworden. Had je van tevoren verwacht dat je zo hoog zou eindigen? Ja, de sprint had ik wel wat verwachtingen, maar ja, je weet toch nooit zeker. En met de puntrit, ja, dat is ook het meeste sprinten. Dus ja, daar had ik ook wel kans, maar ja, je moet het ook maar waarmaken. En de achtervolging, ja, daar wist ik wel dat ik daar niet kon. Maar ja, je bent daar toch nog derde geworden. Je had de tweede beste tijd, dus... Ja, maar dat telde toen niet meer. Dus, ja. Maar ja, derde is toch goed. Ja.
Nadat je zo goed bent op de baan, Nederlands kampioen geworden 2 keer, ga je ook meer toeleggen op de baan? Wil je in ieder geval meer op de baan gaan rijden? Want ja, van tevoren had je maar heel weinig op de baan gereden. Dus het is eigenlijk op zich al een hele knappe prestatie. Ja, ik wil in de winter wil ik wel op de baan gaan fietsen. Maar ja, het is in Alkmaar, dat is best wel ver rijden. Dus ja, dan moet je ook maar zien hoe je er moet komen. Ja. Ja, dus. En je hebt ook de materialen nog niet voor? Nee, want ik was alleen op de weg bezig en op de baan wist ik niet hoe dat was. En toen met Nederlands kampioenschap heb ik een baan gehuurd, of een baanfiets gehuurd. Maar ja, ik denk wel dat ik er ja, toch iets voor ga doen. Ja. En ben je nou ook veranderd sinds dat je Nederlands kampioen bent? Gewoon, of ben je nou gewoon, denk je van, ah, ik blijf gewoon lekker nuchter en ik ga maar niet langs mijn schoenen lopen? Nee, dat doe ik niet, nee. En zijn mensen ook bang voor jou als jij zo naar de wielerwedstrijden gaat en ze weten van, och jee, daar heb je Nederlands kampioen Mirella? Nee, ja, ze weten alleen, ja, met de sprint moeten ze opletten dan. Dat je ze niet voorbij raast.